koppers van Malmedy. Christophe Koppaar van Kortrijk is ook mee in de kopgroep. De kopgroep is een sleet van een 10-11 atleten die nog altijd in elkaar spoor lopen met vooraan alleszins de wereldkampioen op de 5000 meter in 2018 in Malaga. Dat is Patrick van der Bos. Champion Belgique en 2017, c'est le RK. In derde positie nu Christophe Koppaar, donc troisième position pour Christophe Koppaar de Courtrai. Donc deuxième pour la catégorie M45 et dans dit première en troisième position donc M45. En dan krijgen we de Montrent. De leider van de wedstrijd, Arnoud Lecoux, gevolgd door Patrick van der Bos. En dan Christophe Koppaar en dan Dirk Vermeijren. En hier krijgen we Stefan Rens. We zien passage door Eddy van der Putten, de Malmedy. Van der Putten, gedaan. Gert Stuyven van Loker, die hier ook gepasseerd is. Met Stuyven in de categorie 45. Dat staat hier ook van Kendrick Geerts van Afka. Zo, Engels van die hier passeert in de categorie 45. Thank you.
dat is de wereldkampioen op de 1000 meter in Malaga. Tomar. En dan zit ik Vermeeren. En Van Rent op de tweede plaats bij de 50 meter. Dan Eddy van de Put krijgen we hier. Met Gert Duiven. Er is natuurlijk nog niks beslist. Nog wel even wedstrijd. Peter, goed ja. Goed ja. Kom maar. Kom maar, Pascal. Hoor. Kijk maar, dit is voor de windkaart. Kom maar, hier is de beugel. En dan krijgen we... Goed, Dirk, ja. Oh, jongen. Kom maar, Bart. Kom maar, jongen. Dagspeer. Dagspeer. Ja, dat is een keer. Kom maar, Ronald. Hartelijk dank. En dan Christophe Tompaal en dan Dirk Vermeeren. En hier zijn we. Passagier van Kinderen is van Afka. Kampioen de l'année passé. Zon? Waarin de deur zijn? Ja, ik zou maar een 6 blijven. De rode, als daar de eer aan de sprint steekt. Dan is het juist, dan gaan we continueren met de derde tour. Ik zie.
dernier tour, donc pour l'Hollandaise, l'Hollandaise Moutron. Oh, 50 ans aussi, non? Qui était champion logique en 2017 dans la catégorie N40, le Belgisch champion 2017, de catégorie N40. Arnaud Lecouche aan de leiding hier. Rijn aan de leiding voor. Oh, il a été dépassé. Arnaud Lecouche, champion de N40, champion N45, ça c'est déjà sûr. Dit vermeer een derde stelling voor de categorie. Eddie van Puyvelde. Overwinning. Dat is Patrick van der Bos, de wereldkampioen op de 5000 meter in Malaga. Topbaan, dat wil ik vermijden. En van de Rens op de tweede plaats bij de 50-plusser. Dat Eddie van der Punt krijgen we hier. Voor Dirk Vermeijren en Christophe Kompart, denk ik.
niemand puimelen. Op dit ogenblik. Een grote distance. Il avance donc Patrick van den Bos de plus de 50 mètres pour l'instant. Patrick van den Bos en compagnie donc Christophe Kovacs. Donc c'est juste, donc on va continuer avec le dernier tour ici. Dernier tour donc pour le Montet, donc Boucron, qui était déjà champion, prêt aan de leiding pour Patrick van den Bos en Christophe Kovacs. Kom aan Christophe! Dernier tour pour Renault Cochon. Come on, eh? Come on, man. Patrick van den Bos en Christophe Kovacs. En dan Dirk Vermeijeren. En dan weer aan de ene kant. 55. Separatie komt de tweede plaats op dit ogenblik. Laatste ronde voor Eddy van Puyvelde van Lokeren. En dan de nummer 3 de wedstrijd bij de 50 punter. We zijn ook de categorie aan zijn kant. Zo komt dat ik. Hier komt de nieuwe Belgische kampioen bij de maand. En 50 van ADD Patrick van den Bos. Tweede plaats Christophe Kovacs bij de A5. Op de tweede plaats de man in de blauw-witte kleuren van Kerendam, Stefan Kraft. Tweede is 50. Voor het stuiven van Dokrum. De champion van de ervaren door Kitty van de Puttiki, Terminal en Long. Zakkoes. Het is om Puitvelde van Dokrum. Derde plaats, bronzen medaille. In dit veld is. Yeah.
Daarbij ook Herman Vets van Leerse. Spissens van Sparta Bornham die ook passeert. Wim de Pauw weer passeert. Categorie 45, Aroba. Heb jij zo de stable là voor Arnaud Lecouche de Moucron? Die was ook champion Belgique dans la catégorie 45. In 45 categorie wordt zeker al kampioen, dus Arnaud Lecouche. En hij komt eraan. Il arrive donc sur le terrain de football, attention. Arnaud Lecouche, kampioen dus in 45. Champion M45, je passe de chassure. Allez Rudy, on se bagarre, allez gars, allez Fabrice. Tweede plaats voorlopig voor Christophe Kolpaert, die nu passeert de Belgisch kampioen van vorig jaar. Samen met Patrick van der Bos aan de leiding in de categorie M50, die wordt dus Belgisch kampioen M50. Voilà, pak je maar hè. Een handen op de gang voor de Narbon Kroos, Arnaud Lecouche. Dacht je dat deze ging? Ja, die heeft het zo'n rol eigenlijk. En hier komt de nieuwe Belgische kampioen bij de maatregelen. 50 van de ADD, Patrick van der Bos. Je laat die maar staan. En als je die strekken wegzet. Ik ga de was halen. Dan wordt niet meer lopen. Hier, slot toch. Van derde plaats, bronzen medaille. In dit België is 50 plus. Ja, dat is graag. Dat was het tweede geworden. Kennen jullie die ook allemaal mijn naam? Nee. Dan komt er ook een drukheid van Afkan nu. Wat is het? Dan ben je een patinet. Ja, dat is niet gelijk. Kinderen van Arak. Wat is het? 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 Ik heb het niet. 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 Ik heb het niet.
graag het podium van Son de Mondé voor het podium Arnaud Lecouche de Boudron. Dan hebben we ook graag aan het podium Dirk Vermeer van Brek, van Gidemont voor het podium Arnaud Lecouche. Christophe Goldvaart van Kortrijk en Dirk Vermeer in de categorie 45. We hebben alweer direct de volgende. Dat moet niet terugkomen, hè? Kom aan, hè? En die pakt hem nog. Ja, alles. Mooi, ik heb al op 3 in de media bij mijn werk. Geert Schroom. Hier van Louis. Kom aan, Schroom. Gelukkig. Merge Roesta. En hier, want dan moet een hele dag op een computer zitten, zit die vanavond. Oh, ja. Heb ik hier meegedaan vandaag? Pittenvuld. Hier? Ja, ik liep met die zijn zoon, Johan Pittenvuld. Ah. Dat was mijn concurrent en als die er was, kon ik gewoon niet winnen. Ah, dat was je juist voor mij altijd hier. Wat? Oh, dear.
Champion Belgique en 2017 dans la catégorie M40, le deuxième à Ypres, et il avait la victoire chez Arctic Zuidwest. National Boxing, ça. Met deur, alleen met deur.
Ik ben daarom, ik woon in Limburg. Ik zie de naam, ja. Ja, dat is daarom ben ik, je ziet maar niet zeker. Ik ben Belgisch kampioenschap in 50. Tweede plaats. Na derde op het Vlaams kampioenschap en tweede in de Crosscup. Ook provinciaal kampioen van Antwerpen en heel wat zegens reeds deze winter. Stefan Hens van Herentals. En dan zeker de handen op elkaar voor de wereldkampioen 5000 meter in Malaga, Europees kampioen 10.000 meter in 2017, de zegensreeds in Gent Dilsen, derde van de crosscup in Hanuit, eerste van de crosscup in de totaalstand en nu Belgisch kampioen 2019, Patrick van der Bos van Lichte Zeeër. Dit Belgisch kampioenschap hier in de Senderbol. We gaan nu samen gaan staan voor het podium door de traditionele kietje. Heel erg bedankt applaus deze drie heren in de categorie in 50. Winnaar in Deins en tweede schagen. Tweede plaats, de man die derde werd op het kampioenschap van Vlaanderen 2019, eerst in meetjesland K-Gent en derde van het provinciaal kampioenschap van Vlaanderen, Xavier Rondas. En winnaar werd hier de eerste van de Crosscup, de eerste van Karim en Ruslaar en Duffel, vierde van het WK, vijfde, nee, de tweede van het WK Cross. En kampioen van Vlaanderen, halve marathon, dat allemaal in de persoon van Jonas Roos van Rebecca uit de Technikop. Hij is alweer overhandigd door de heel sportschepen, Kevin Hovaart van de Senderbo. I'm going to the truth. 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 I'm going to the truth.